Mijn naam is Hendrita van Eyck. Ik blijf in de Eyckservierenvallei, de Doring, Zuid-Afrika. Dit is mijn leven en dat is waar ik mijn handen in druk en dat is die wingerd wat mij aan die leven hou. De reden waarom ik hier Eyckslappies begin te bijwonen is omdat ik het zo gemakkelijk gevoel om hier te komen, om iets te proberen. Behalve buitenkant die werk, heb ik gekomen om iets te proberen met mijn leven, met mijn handen, iets wat ik kon met mijn handen doen. Ons het moest in het begin, het ons een kookproject aangehad. Hier is mijn kookboekje. Dat was een van de opwindendste week van mijn leven. Van ons het gekook en ons het geproe. Deze fotootje van ek en Linda Botes, dat was my baie lekker om iets van iemand anders af te kon leer en dis my herinneringe. So eendag kan ek vir my kinders ook wys en sê, dit is wat mami geleer het. Want my kinders wil ons weet, hoe kan een mens met mense praat wat ook oor op die TV is. Ek soek een gezonde vallei wat vir ons een gezonde omgeving kan skep. En ek het geleer, om mensen te aanvaarden zoals hulle is. Ek het hier gekom, ek het niemand geken nie. Ek het mensen begin te leer hoe hulle is en ek het vir hulle lief geraak.